we zijn de toeleverancier van de grootste industrie van Nederland, want dat is de foodindustrie. Heeft veel bijgedragen aan verdere efficiencies, productverbetering, procesverbetering in Nederland. Ik denk dat we nog wel een stapje erbij kunnen zetten. De foodindustrie heeft twee hele grote speerpunten. Voeding en gezondheid en verduurzaming. Nou, op beide gebieden, dus productieprocessen ontwikkelen waardoor producten kunnen verbeteren, zodat we minder zout, minder vet, etc. in onze producten kunnen stoppen. Kleinere porties kunnen maken, kunnen variëren in porties. Aan de andere kant gebruik van minder energie, zorgen dat grondstoffen zo min mogelijk verspild worden, etc. Weinig waterverbruik, zo weinig mogelijk energie voor koeling, noemt u maar op. Het zijn belangrijke speerpunten voor de voedingsindustrie. En daaraan kunnen natuurlijk de leveranciers van al die productiemethoden en middelen enorm bijdragen. Als iemand veel middelen nodig heeft om mooie, goede en goed te verkopen producten te maken, dan moet hij goed kunnen praten met zijn leveranciers. De leveranciers van die productiemiddelen die ze in elkaar moeten schroeven voor de fabrikanten van voedingsmiddelen. Nou, het is enorm belangrijk dat men dat heel goed in samenspraak doet. Dus samenwerking, goede samenwerking, goed samen praten, goed naar elkaar luisteren en samen optrekken is van groot belang uiteindelijk voor een heel mooi en winstgevend resultaat. We kunnen als gezamenlijke ketenpartijen in de wereld heel goed samen optrekken. De agrofood technology clusters en de voedingsmiddelenindustrie. Door bijvoorbeeld samen te investeren in het buitenland. Maar ook door ervoor te zorgen dat veel productie in Nederland blijft. Wat ook belangrijk is dat we onze concurrentiepositie handhaven. Dat betekent dat we moeten produceren onder hoge productiviteit en hoge efficiëntie. En dat blijft natuurlijk een uitdaging om te kunnen concurreren met de ons omringende landen. Dat doen we op dit moment heel erg goed. We zijn niet voor niets de grootste maakindustrie in Nederland, ook dankzij het Nederlands Agro Food Technology Cluster. Iedereen moet naar die Agro Food Technology Week komen, omdat mensen alleen maar mooie dingen kunnen doen als ze elkaar ontmoeten, als ze met elkaar samenspreken en als ze al die expertise die heel veel individuele mensen en bedrijven hebben kunnen bundelen om zo zowel een sterkere agro-food technology industrie te hebben als een sterkere Nederlandse voedingsmiddelenindustrie.